Fijn dat u er bent. Wat een mooie kerk, wat een mooi orgel, wat een mooie omgeving ook. Ik was hier eigenlijk nooit geweest, maar moet wel terugkomen, dat zag ik al wel. Ik hoop dat u gaat genieten van een veelzijdig programma, maar wel van een heel romantisch programma. En daar vraagt wat mij betreft dit orgel om. Een pelsorgel. Met zijn mooie strijkers op dat derde klavier, die ook prachtig in een zwelkast zitten, dus dan kun je mooi aanzwellen en laten gaan en laten komen. Prachtig in zijn fluiten, zijn uitkomende stemmen. Enfin, dat gaat u ook allemaal horen. Er waren vanuit de stichting een paar vragen. Van joh, zou je een bolero kunnen spelen? Zou je het over de toekomst kunnen hebben in je liederen? En dat heb ik graag gedaan en zo ontstond eigenlijk dit programma. Er zijn daardoor ook wel wat stukken muziek die ik voor het eerst ga uitvoeren. Maar dat is voor mij ook erg leuk om dat allemaal voor elkaar te hebben gekregen. U ziet een A tot en met D. En de ouverture die is inmiddels begonnen met die prachtige fanfare van de vrouwelijke organist, componist Emma Louise Ashford. En dan gaat u naar drie composities van mijn hand. Een trumpet voluntary die uit drie delen bestaat. Een jig, een hymne en een fantasie. Dan een meditativo over Psalm 25 en een improvisatie over Psalm 138. Ik doe het bijna nooit, Jan Zwart of Feike Asma spelen op een concert. Maar ik heb gedacht het vandaag wel te doen. Ook weer omdat dat op dit orgel zo verschrikkelijk mooi is. Psalm 84, die heeft in onze familie een hele belangrijke betekenis. Dat heeft u ook wel, denk ik, met bepaalde liederen die horen bij die of bij die die ons is voorgegaan. En een broer van mij die op 36-jarige leeftijd overleed, die speelde eigenlijk altijd deze 84 van Zwart. En dat is zijn psalm horen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Een lied, een psalm met herinneringen. Dat zult u wel herkennen, ook bij uzelf. En dan 42 van Asma. Ik vind twee dingen van Asma zo geweldig mooi. Of komt als kinderen van het licht, of 42. Dus ik heb getwijfeld en het is 42 geworden. Dan krijgt u een blokje zomer. Het is wel echt zomer, zeg. Dan krijgt u van de Engelse componist Harris een stukje dat heet Moonlight, oftewel maanlicht. Ik denk dat u bij dit hele blokje een beetje, nou misschien wel je ogen dicht moet doen of zo. Laat het maar over u heen komen. Laat maar kijken of het zomer is. Wandeling in het bos van Margaretha de Jong. Dat is een heel leuk stukje. Ik hoor er zelf iemand in die dan wat sneller loopt, dan wat langzamer loopt. Dan een vogeltje hoort en dan is even een stukje meefluit. Het is niet zo'n lang stuk, maar het is wel heel interessant, vind ik, van Margaretha de Jong. En een improvisatie over de Roos. Ook op verzoek een blokje over de toekomst. Het eerste is een Johan de Heer melodie, Als de Heiland zal verschijnen. En dan wat tegenwoordig, geloof ik, iedereen al kent van Sela, dat prachtige Een Toekomst Vol van Hoop. En dan de finale, waar ook weer een paar verzoeken in zitten. Bolero de Concert van Lefebvre Wely. Dat is een Franse componist die in zijn tijd niet altijd gewaardeerd werd, omdat hij dit soort werken schreef, die u zo straks gaat horen. Vanavond staat er ook een stuk van hem op het programma, een sortie, die is ook erg leuk. Het Largo uit de Nieuwe Wereld, die symfonie die zeker in dit tweede deel in het Largo spreekt van een ontzettend verlangen naar huis. Dvořák was in Amerika, vandaar ook de Nieuwe Wereld, en hij verlangde zo naar huis. En nou, met dat in gedachten moet u dat Largo maar eens beluisteren. Dan ook een ander orkestwerk uit de Peer Gynt van Grieg, In de Hal van de Bergkoning. Dreigender kan niet. Begint langzaam, begint zacht, eindigt snel, eindigt heel sterk. Een en al dreiging in de Hal van de Bergkoning. Daar moet natuurlijk iets tegenover staan van een mooi contrast. Goedenavond, goednacht. Dat is pas geldig voor vanavond natuurlijk. Maar ik vond het een mooi contrast. En dan ook op verzoek de grote mars uit de Aida van Verdi. Maar dan zijn we een uurtje verder. Ik zou zeggen, geniet van dit programma.